benieuwd wat gedaan om held van de smaak te worden. Maar de jury heeft kennelijk besloten om het concept zoals wij bier brouwen, ons bedrijf doen, onze brouwerij doen, dat ze dat bijzonder vinden. En daarom zijn we held van de smaak geworden. Wat georganiseerd is door de provincie Friesland. Daar zijn we eens een keer met een aantal ondernemers naar Schotland toe geweest. En daar kon ik een soort stage krijgen bij een whiskystoker. Ik wist natuurlijk al dat bierbrouwen en whiskystoken heel dicht bij elkaar ligt. En daar is eigenlijk het vonkje overgeslagen. Uit onze eigen mouterij. Dus we kunnen daar natuurlijk al een basissmaak aan geven die ons goed ligt. Wij destilleren het hier zelf. En ook wat bijzonders is, wij doen altijd vers gebruikte vaten. Heel vaak worden vaten weer hergebruikt in de whiskywereld of uitgebrand, dat doen we niet. We gebruiken alleen maar vers gebruikte vaten, ook maar één keer. En dan gaat die water weg.